Vergeet de Multivan. Het Volkswagenbusje is echt terug in de vorm van deze ID.Buzz. 100% elektrisch, uiteraard, en gezegend met een hip en trendy design. Maar is dit nu meer dan een sympathiek snoetje? Is dit de ideale elektrische gezinswagen? Hans, we zeggen Volkswagenbusje, maar eigenlijk is dat een heel klassieke monovolume. Ja, inderdaad. Dat is opvallend eigenlijk, hè, want dat monovolume, het is eigenlijk zo goed als een uitgestorven soort. Hè. Renault is gestopt, is niet gestopt met de Espace, maar de Espace is eigenlijk geen monovolume meer. Volkswagen is gestopt met de Charan, Ford is gestopt met de Galaxy. En kijk, Volkswagen komt hier ineens terug met een monovolume in de zuiverste zin van het woord. Hè. Dus een korte stompe voorkant en een eenvolume koetswerk eigenlijk. Ja, voilà. Een busje, hè, zoals het woord het zegt, maar dan verkeerd geschreven met 2 zetten. Ja, heel eenvoudig van Antwerp eigenlijk. Hè? Is... Ja, inderdaad. Super eenvoudig Antwerp. Heel recht toe, recht aan. Ook opvallend eigenlijk, hè, want het is een auto die echt heel veel aandacht trekt. Maar als je het in zijn puurste vorm ontleedt, dan is het eigenlijk gewoon een recht blokje met een schuine voorkant, een rechte achterkant. Maar het zijn natuurlijk de details die, die de verschijning maken. Hè. Een verwijzing naar de bully van weleer, de T1, is natuurlijk die... iets wat V-vorm van de motorkap, met dan dat groot logo ertussen, dat, is, ja, dat doet denken aan het oerbusje, hè, van Volkswagen. Over dat logo gesproken, de laadpoort, is die hier? Nee, die zit niet hier. Dat is een beetje een gemiste kans, dat is eigenlijk wel leuk geweest, maar die zit gewoon daar aan de passagierskant achteraan in de, ja, achteraan in de flank. Ja, voilà, die V-vorm, dat is natuurlijk, dat heeft te maken ook met het feit dat dat koetswerk in 2 kleuren zit, ja. dat opvalt. Maar dat is niet standaard zo. Standaard is het allemaal in dezelfde kleur. We hebben hier trouwens ook nog eens een keer, dat zullen we straks wel zien, een groot logo op het dak. En dan, ja, opvallend, die voorbumper. Hè. Kijk, dat is in, ja, er zijn gaten in plastic gesneden. Het heeft wel iets. Ik weet niet, de tijd zal uitwijzen hoe duurzaam het is. Het zal ook uitwijzen hoe tijdloos het is, maar goed. En dat is misschien ook wel interessant, we gaan even hier achteraan kijken. Deze 3 die verwijzen naar de koelsleuven in de Volkswagen. Natuurlijk, de boxermotor. Ja, die hadden een boxermotor achteraan liggen, luchtgekoeld. En dus er moest lucht aangevoerd worden. En ze hadden hier koelsleuven om zo die motor van verse lucht te voorzien. Veel verse lucht heeft deze motor niet nodig, maar hij zit ook hier achteraan, tussen de achterwielen. Dat is het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Ja, dat kennen we al. Enkele jaren ondertussen van de, wat is het allemaal, ID.3, Skoda Enyaq, Audi Q4, Ford gebruikt het ondertussen ook in de Explorer. Ja. Voilà, en dat zit hier ook onder. De motor zit tussen de achterwielen, achterwielaandrijving, en een batterij zoals het altijd is in de vloerplaat ingewerkt eigenlijk. Dus 1 elektromotor op de achteras. Ja. De specificaties, kun je nog kort herhalen? Dus 150 kilowatt, omgerekend is dat 204 pk. Trekkracht 310 newtonmeter. Ja. En dus de batterij, 82 kilowattuur, wordt van 77 bruikbaar. En de prestaties? Hij gaat van 0 naar 100 km per uur in 10,2 seconden. En de topsnelheid is begrensd op 145 km per uur. Sneller zelf is het niet. Ja. Nee, het is wel sneller dan het oude Volkswagen busje van weleer, maar het is geen snelheidszuivel. Ja, Hans, ik merk toch een zekere hardheid in de ophanging van een familiewagen. Ja, ja, het is. Je zit natuurlijk met een gewicht van 2,5 ton, 2,5 ton. Dan hebben ze er ook nog eens een keer grote wielen onder gestoken, 21 duim. Hè. Dus sowieso zit er al een redelijk stevige demping op om het koetswerk onder controle te houden. En dan die grote wielen, dus ja, nee, dat doet het comfort geen goed. Je zit natuurlijk, dat is zoals bij alle elektrische auto's, een grote batterij. Hè. Die brengt veel gewicht mee. Maar dat zit wel laag. En door het feit dat die auto die heeft brede sporen, en dan die grote wielen en achterwielaandrijving met de motor die achteraan zit, maakt er wel een bewegelijk geheel van. Dus het is een beetje de bluts met de buil. Dus het zijn de voor- en de nadelen van dat gewicht. Maar qua comfort, ja, ik zou zeker en vast niet voor die grote wielen gaan. Ze staan bovendien ook nog eens een keer redelijk breed. Dus de velgen zijn
bijzonder kwetsbaar. Je sprak er juist over die batterij die laag ingebouwd is. Dat is 77 kilowatt, zoals de, wat we Volkswagen kennen. Ja, 77 kilowattuur. Hè, ja. Wat levert dat op voor het verbruik en dus voor het rijbereik? Wel, tijdens onze gedetailleerde test, die 11 dagen heeft geduurd, toen eindigden we op een gemiddeld verbruik van 26,9 kilowattuur per 100 kilometer. Dat is redelijk hoog. Dat is redelijk hoog. Hè. Voor een elektrische auto is het natuurlijk met een groot frontaal oppervlak een relatief rechte voorruit. Dus, en ja, het rijbereik dat je daaruit kan berekenen is 290 kilometer. Ja, dat is op zich oké, maar dan gaat de vakantieroeping wel een beetje verloren. Ja, het voordeel is wel, je kan snel laden tot 170 kilowatt in theorie. Dus daarmee ja, kan je onderweg wel wat bijhalen. Ja. Dan kan je wel op een half uurtje eigenlijk je batterij echt tot 80% volladen. Minder dan een half uur eigenlijk. Ja, en er is nog verbetering op komst. Want tijdens de presentatie van de nieuwe ID7, dus de elektrische Passat, al mocht ik dat zo eigenlijk niet noemen, heeft Volkswagen ook aangekondigd dat er dus een nieuwe elektromotor ontwikkeld wordt. Die is iets krachtiger, maar vooral efficiënter. Ah ja, oké. En er komt ook een grote batterij. 85 kilowattuur nuttig van capaciteit. Dus dat rijbereik zou wel serieus kunnen uitbreiden. En ook de laadsnelheid gaat ook omhoog. Daar spreken we dan van 200 kilowatt. Ah ja. Dus dat zou eigenlijk allemaal wel. Dat spreekt in het voordeel van de reiscapaciteit van een auto. Ja, ja, ja. Ja, je ziet met die elektrische auto's, er worden op korte termijn telkens stappen gezet. Hè. Ja, we zijn nog niet aan het eind van de snelle ontwikkeling, denk ik. Dus, ook naar laadcapaciteiten toe. Hè. Nu in Europa, 160 kilometer moet je een laadstation hebben binnenkort. Ja. Dus dan wordt het rijden een pakje makkelijker. Zeg, wel aangenaam zitten. Ik voel wel een klein beetje een zweverig gevoel. Voor de rest, wel tof. Achterin ook het geval? Ja, je hebt wel veel ruimte achteraan, hoor. Mag je ook verwachten, het is een auto van 4,7 meter. Maar ja, veel zitruimte achterin. Het is een 5-zitter, het is geen 7-zitter dat je misschien van buitenaf zou denken. Hè. Denk aan bestelwagen, een 7-zitplaats, maar het zijn er 5. Er is wel een 7-zitter op komst, maar dat is dan een verlengde versie eigenlijk. Ja. Het gebruiksgemak van de zetels, zijn die eruit te halen of te manipuleren? Kun je ze er niet uithalen, nee. Kun je ze er niet uithalen, maar kun je ze alleen wel verschuiven. Ja. En dan hebben ze ook, maar dat is een optie, een soort van plank voorzien, waarmee als je die zetels neerklapt, En je monteert die plank in een koffer, dan heb je eigenlijk één grote vlakke laadvloer met dan nog een bergvak eronder. Zoals in veel compacte mobilhomes eigenlijk. Ja. Niet onbelangrijk voor een ID-model van Volkswagen, de kwaliteit. Want ik zie er een mooi uitzien dashboard, maar hoe zit het met de kwaliteit? Goh ja, het is voor zijn prijs echt niet goed genoeg. De ID3 had het ook al een beetje. Maar je zit hier ook met diezelfde harde plastic. Wanneer is het een plakker? Ja, voilà, het ziet er hout uit, maar het is eigenlijk gewoon een print eigenlijk. En ja, zo is het iets te veel. In een auto van 40.000 of 30.000 euro kan je dat allemaal verantwoorden. Maar in een auto van 80.000 euro mag dat wel echt iets hoger allooi zijn. Je krijgt wel funky kleurtjes. Ja, maar je moet er voorbij betalen. Anders komt het allemaal gewoon in grijs plastic. Dus ondanks alles is het eigenlijk toch nog gewoon een kabinet dan. Ja, voilà. Ja, inderdaad. En qua bediening is dat ook een beetje in hetzelfde bedje ziek als de andere ID-modellen. Hè. Het is allemaal heel veel met aanraakschermen en van die knoppen die zo'n beetje raar klikken en zo van die veegtoetsen. Ja, haptische feedback, zoals ze zeggen. Ja, haptische feedback, maar daar heb je eigenlijk heel weinig aan als je aan het rijden bent. Je wil vooral een echte knop. En niet zo van die schuifdingen. Je moet ook bijvoorbeeld, als je de rijvakhulp wil uitzetten, moet je een aantal minuutjes doorworstelen. Elke keer opnieuw als je vertrekt. Ja, dat is niet aangenaam. Ja, wat dat betreft... was het vroeger een beetje beter eigenlijk. Hè? Toen er nog veel meer knoppen waren en minder overbodige functies. Ja, nu heeft Volkswagen wel gezegd dat ze terug naar... klassiekere bedieningssystemen gaan. Ja, inderdaad. Bij de ID3 zijn ze zelf eigenlijk een beetje op hun stappen teruggekeerd. Hebben ze eigenlijk hun fout toegegeven. Hè, en hebben ze,
hebben ze denk ik terug bijvoorbeeld een klassieke volumeknop geïnstalleerd, als ik me niet vergis. Ja. Dus daar hebben ze toch zelf ook ingezien van oké, we zijn daar iets te ver gegaan in onze besparingsdrang en we gaan daar terug gewoon op zijn minst enkele normale knoppen zetten. Ja, veel opbergvakken zie ik ook. Ja, veel opbergvakken. Hè. Hier centraal, hier in de deuren zitten er twee bijvoorbeeld, twee per deur. Hier zit er eentje voor de telefoon met twee USB-poortjes. Hier twee bekerhouders die je kan uitklappen. Hier nog een lade, een handschoenkastje, dus meer dan genoeg. Hier kan je ook een handtas zetten of wat dan ook. Dus wat dat betreft is er zeker en vast genoeg plaats. En ook wel zin voor details hier, want ik zie zo hier een smiley in de deur. Ja, ze hebben zich uitgeleefd. Je ziet hier en daar, bijvoorbeeld inderdaad die smiley. Je ziet hier en daar ook de contour van een auto ergens in plastic gestanst. Hier vanachter zit een tafeltje waar een wereldkaart in te zien is. En zo zijn er zo'n aantal wel geinige details die een auto niet per se beter maken, maar die er zo een klein beetje humor in steken. Past wel perfect bij dit model eigenlijk. Ja, ook wel leuk altijd die dingen, die pedalen met de play en pauze. Ja, juist, inderdaad, die pedalen. Ook weer een optie. Maar, serieus? Ja. Maar dus het gaspedaal is een play logo en het rempedaal is een pauze logo. Boeg draagt weinig bij, maar ja, het is een geinig knipoog. Waar elektrische auto's wel eens last van durven hebben, vooral de grotere modellen, dat is de verwarming. Hoe zit dat hier? Want je hebt in de winter kunnen rijden. Wel, ja, de verwarming, de standaardverwarming is te zwak eigenlijk. Je krijgt het interieur van de auto, als het echt koud is onder het vriespunt, krijgt hij het interieur niet warm. Dat is wel lastig voor een auto met een familieroeping. Ja, als je ermee op skivakantie gaat en na een week bovenop de berg geparkeerd staan en je vertrekt, dan is dat niet zo aangenaam. Nee, sowieso wel moedig dat je met deze auto op skivakantie zou vertrekken. Ja, dat heb ik voor de duidelijkheid, ik heb dat zelf niet uitgeprobeerd, maar het is toch iets om in rekening te houden. Dus dat is de dubbele vloer hier? Ja, inderdaad. En zoals je ziet, als je de banken plat legt daar, heb je één lange bodem waar je eigenlijk een luchtmatras op kan leggen. Hè. Dat is wel leuk natuurlijk. En dan kan je dan opklappen. En hieronder heb je dan deze twee, ook weer een optie trouwens wel, die vouwbakjes, waar je dan de laadkabels eventueel in kwijt kan of andere kampeerspullen. Voilà. En maximale laadvolume? Dus 1121 liter. Zonder de plank, hè, want dat is ook een optie, zonder de plank en met de zetels rechtop. En dan een 2000 liter ongeveer. Maximum. Ja, met de achterbank plat. Alright. Een Volkswagen die hip en trendy is en elektrisch aangedreven, dat belooft het slechtste voor het bedrag. Ja, de prijs is niet zo volks. Zeker niet zo volks als dat het in de jaren 50 was met de T1. Maar het is zelfs nog een beetje meer dan je zou verwachten eigenlijk. Vorig jaar, dus in 2000, ik denk in de zomer van 2022, hebben ze hem gelanceerd aan een prijs van 60.000 euro. Ondertussen, lente van 2023, is er al 8.000 euro bijgekomen. Dus er is een serieuze inflatie op van toepassing. Dus we zitten op 68.607 euro op dit moment voor de basisversie, dus natuurlijk met de batterij van 77 kWh, 582 bruto capaciteit. En mits wat opties, twee kleuren van binnen, twee kleuren van buiten, die grote wielen enzovoort, zit snel aan 80.000 euro toch wel. Dus nee, echt volks is het niet. Nee, ook niet zo familiaal, niet voor iedereen. Nee, het zal, ik vermoed, het is natuurlijk zo, op dit moment zijn elektrische auto's zitten vooral op de bedrijfswagenmarkt, dus daar speelt natuurlijk die catalogusprijs minder, maar nee, ik denk voor de particuliere koper iets te veel. Die een familiewagen zoekt aan een redelijke prijs, nee, ik denk niet dat het dit zal worden. En ik had ergens gehoord dat er ook nog sprake was van een versie met kleinere batterijen? Ja, dat wel. Er komt een versie met een batterij van 58 kWh, zoals het bij de ID3 bijvoorbeeld ook het geval is. Dus die zal wel lager van prijs zijn, hè. Die zal misschien onder de 60.000 euro zakken, maar zult u niet voor 23.999 euro op de kop kunnen tikken, denk ik. Nee, plus veel verder dan rond de kerktoren. Nee, die autonomie gaat ook nog serieus zakken dan. Hè. Dus ja, kijk. Ja.
Ja, de verpakking is bijzonder geslaagd. Het is echt een sympathiek snoetje dat die Volkswagen heeft. Maar is het ook het hebben ding? Goh, ja, klopt wat je zegt. Hè. Het ziet er heel tof uit. Ook van binnen. Zolang je het allemaal gewoon met je ogen bekijkt, het is heel mooi. Zeer ruim ook. Dat is wel, want er zijn niet veel elektrische auto's die eigenlijk echt ruim zijn van binnen. Die veel laadruimte hebben. Dus dat zijn zeker pluspunten. Maar vanaf dat je hem gaat bedienen eigenlijk. Van binnen de bediening is allemaal niet zo heel logisch. Maar dat hadden we al eerder gezien bij Volkswagen. Afwerking is ook niet zo heel goed. Ja, zeker voor die prijs. Ja, voilà, ja, als je dan de prijs en dan ook nog eens een keer de gebruikskost en eigenlijk meer bepaald de verbruikskost, het elektriciteitsverbruik, in rekening brengt, toch wel een aantal vraagtekens bij. Bedankt voor het kijken. Dank u Hans voor de deskundige uitleg. Je ziet nog meer tests zoals ID Buzz in onze magazines, op onze website en op ons YouTube-kanaal. Vergeet je zeker niet te abonneren. Tot de volgende keer.